Voor deze zaak moeten we even terug in de tijd, naar begin van dit jaar. Zaterdagavond 18 januari, om precies te zijn. Een avond die voor een echtpaar in Breda heel vervelend afloopt. Terwijl de avond zo goed begon, want dit is de avond dat ze het goede nieuws hoorden dat hun woning in de Oranjeboomstraat is verkocht. In een supermarkt in de buurt hebben ze een flesje wijn gekocht, om het te vieren. Als even later een man met een zwarte jas en capuchon langs fietst, is de feeststemming snel voorbij. Hey, wat is dit? Niet normaal, joh, gek! Geschrokken lopen ze door. Ze gaan naar huis en proberen het vreemde en vervelende voorval snel te vergeten. Maar dat lukt niet, want een paar minuten later wordt ineens op de deur geklopt. Er staat een man met een zwarte jas en capuchon voor de deur. Zodra de vrouw opendoet, trekt hij haar naar buiten en loopt zelf naar binnen. De echtgenote reageert nog in een reflex en deelt zelfs nog een aantal klappen uit. Maar hij kan niet voorkomen dat de man snel twee telefoons en pinpassen van de tafel grist. Via de achterdeur vlucht de man vervolgens weg. We realiseren ons dat dit lang geleden is, dus is het lastig vragen of u zich misschien nog iets herinnert van die zaterdagavond 18 januari hier in de Oranjeboomstraat. Maar mocht u iets te binnen schieten, schroom dan niet en laat het ons weten. Wel kunnen we u vandaag beelden laten zien, want met die gestolen pas is er later door iemand gepind. Dat gebeurt een dag na de overval bij een supermarkt aan de Haagdijk in Breda. Het gaat om deze jonge man. Hij doet nog een poging om niet op te vallen door zich te verstoppen onder zijn capuchon. Maar eigenlijk valt hij daardoor alleen maar meer op. Het is natuurlijk niet zeker dat dit ook de daadwerkelijke overvaller is. Zeker is wel dat hij met de gestolen pas staat te pinnen. Bij het naar buiten gaan staat hij even met zijn gezicht vol in beeld. En hij heeft zeker iets aan ons uit te leggen. Dus we vragen aan u om contact met ons op te nemen als u hem herkent. Zijn gezicht is onder de capuchon goed te zien. Wie is dit? En we zeggen het nog maar een keer, ook al is het lang geleden, mocht u zich iets herinneren, laat het ons dan weten. Het is niet alledaags dat iemand zomaar tegen wat voorbijgangers zo tekeer gaat. De man op deze beelden wordt dus gezocht door de politie. Hij staat hier bij een supermarkt aan de Haagdijk in Breda te pinnen met een gestolen pas. Die pas was een dag eerder buitgemaakt bij een overval op een echtpaar in de Oranjeboomstraat. Ze hadden kort daarvoor iets geks meegemaakt. Terwijl ze naar huis liepen, schreeuwde er ineens een fietser naar het stel. De man droeg een zwarte jas en capuchon. Het stel negeerde hem en ging naar huis. En daar werd even later aangebeld. Er stond een man voor de deur, met een zwarte jas, met capuchon. Hij was gewapend met een mes en ging er met telefoons en pinpassen vandoor. En de man op deze beelden staat een dag later met die pas te pinnen. Het is niet zeker of de man op de fiets, de man die voor de deur stond en de pinnende man één en dezelfde man zijn. De politie krijgt daar graag meer informatie over. Bel met de nummers in beeld. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.